In deze webles gaan we rekenen aan de grootheden spanning, rek en elasticiteitsmodulus. En dat ga ik doen aan de hand van de opgave 18 uit het boek. En voor iedereen die opgave 18 niet bij de hand heeft, opgave 18 gaat over het volgende. We bekijken een situatie waarbij we een draad hebben, die kun je hier dan getekend zien, met een lengte L en een dikte D. En we gaan aan dat draad een massa hangen met een massa M. Nu gaan we daarna gaan we een of meerdere grootheden hiervan gaan we veranderen en we gaan kijken wat voor invloed dat heeft op de elasticiteitsmodulus, op de spanning en op de rek in deze situatie. Nou, voordat we daarmee gaan beginnen, eerst eventjes de definities. Wat was het ook allemaal weer? Wat is de elasticiteitsmodulus? Nou, die is eigenlijk gedefinieerd als uh, de rek gedeeld, of sorry, de spanning gedeeld door de rek. Nou, we gaan dadelijk kijken naar spanning en rek. Maar één ding moet je niet vergeten, dat de elasticiteitsmodulus dat het een stof-eigenschap is. En we gaan dadelijk zien uh, wat daar dus bij hoort als we daar uh, dadelijk mee gaan rekenen. Um, hoe zit het met spanning? Nou, de spanning is als volgt, eigenlijk gedefinieerd. De spanning is altijd gelijk aan de kracht, in dit geval de kracht op het draad gedeeld door de doorsnede van de draad. Nou, waar zitten die twee grootheden? De kracht op het draad bestaat hier uit een massa. Ik ga massa hangen aan de draad uh, en die massa zorgt dan dus voor een zwaartekracht en de grootte van die zwaartekracht is gelijk aan de massa maal g. Het oppervlak van de draad, dan hebben we het eigenlijk altijd over dit oppervlak, eigenlijk het oppervlak loodrecht op de kracht, uh, de doorsnede van de draad en die is gelijk aan uh, ofwel uh, pi maal de straal van de, de draad of 1 vierde maal pi maal de diameter van de draad. Je mag ze allebei gebruiken, het maakt voor, voor, voor de berekening maakt het verder niets uit. Dan hebben we tot slot de rek. Nou de rek is gedefinieerd als het, uh, de uitrekking van de draad gedeeld door de beginlengte van de draad. En uh, we gaan uh, nu de situatie rondom het draad aanpassen. We gaan kijken wat gebeurt er dan met de elasticiteitsmodulus, de spanning en de rek. En de eerste vraag gaat over wat gebeurt er nu als ik de massa die ik aan de draad hang twee keer zo groot maak. Wat gebeurt er dan met de elasticiteitsmodulus? Nou dan gebeurt er wel iets grappigs want de elasticiteitsmodulus is een uh, stof eigenschap en zolang ik dus het draad niet van een andere stof gaan maken en dat is in deze situatie is dat, uh, niet het geval, kan ik dus uh, concluderen dat de elasticiteitsmodulus constant blijft. Wat gebeurt er nu met de spanning? Nou, even goed kijken. Ik maak de massa twee keer zo groot, dat wil zeggen dat ook de zwaartekracht, de kracht op het draadje, ook twee keer zo groot wordt. En als de kracht twee keer zo groot wordt en het oppervlak, de dikte van het draadje, niet, dan zal ook de spanning. Twee keer zo groot worden. Wat gebeurt er dan met de rek? Ja, en dat is al een lastige. Als je het zo zou ziet staan. Want ik weet eigenlijk helemaal niets over um, de uitrekking in deze situatie. Dat wil ik wel natuurlijk. Maar daar is niet, niks van gegeven. Dus het lijkt net alsof ik met deze formule niet aan uh, de gang kan. Als ik iets wil zeggen over rek. Maar gelukkig heb ik nog een truc in, uh, achter de hand. En dat is dat ik kan gaan kijken naar de bovenste formule van de elasticiteitsmodulus, want die is gelijk aan spanning gedeeld door rek. Ik kan die formule omschrijven en ik kan eigenlijk ook zeggen dat de rek gelijk is aan de spanning gedeeld door de elasticiteitsmodulus. Waarom is dat nu handig? Nou, ik heb net al uh, uitgevogeld wat er gebeurt met de spanning en wat er gebeurt met de elasticiteitsmodulus. De elasticiteitsmodulus blijft constant, maar de spanning wordt twee keer zo groot en dat zal dus uh, inhouden dat de rek in deze situatie ook twee keer zo groot wordt. Het wordt niet gevraagd in de opgave, maar ik kan ook iets zeggen over de uitrekking. Als de rek twee keer zo groot wordt, dan uh, zal, omdat uh, ik niks doe aan die beginlengte, zal de uitrekking ook twee keer zo groot worden. Situatie B. Bij situatie B. Ga ik het draad twee keer zo lang maken? Dus ik ga niets doen aan de massa. Ik ga ook niets doen aan de dikte van het draad. Maar ik maak het, maak het draad twee keer zo lang. Nou, ja, de bovenste, de elasticiteitsmodus, ja, daar gebeurt niks mee. Die blijft constant. Stofeigenschap. Wat gebeurt er met de spanning als ik het draad twee keer zo lang maak? Als je nu kijkt, nu kijkt naar de formule van spanning, eh, dan zie je dat spanning gelijk is aan de kracht gedeeld door het oppervlak. Maar zowel de kracht als het oppervlak, daar doe ik niets aan. Um, dus blijft ook de spanning constant. En wat geldt er dan voor de rek? Ja, als um, de spanning constant blijft en de elasticiteitsmodulus, dan zal de rek ook constant blijven. Maar uh, het wordt hier niet gevraagd, maar het is op zich wel een leuke extra vraag. Omdat ik begin met een draad die twee keer zo lang is, is mijn L0 waarde dus twee keer zo groot. Als ik wil dat delta L gedeelte L0. Wel hetzelfde getalletje levert en het eh, maakt L0 twee keer zo groot, dan moet delta L ook twee keer zo groot worden. Dus de uitrekking van een twee keer zo lang draad zal ook twee keer zo groot zijn. Situatie C. Wat gaan ze nu doen? Ze gaan het draad twee keer zo dik maken. Wat gebeurt er dan met de spanning en de rek? Want eh, de elasticiteitsmodus blijft ook hier weer constant. Nou, kijken we even naar de formule. Als ik. Eh, het draad twee keer zo dik maakt, maar ik verander verder niets aan de massa die ik er aan hang, dan blijft F dus constant. Maar als ik het draad twee keer zo dik maak, ik maak D twee keer zo dik, of R twee keer zo dik, en dan kun je kijken naar de formule bovenaan, de formule van het oppervlak, dan zal het oppervlak twee keer twee, oftewel vier keer zo groot worden. Dan kijken we naar de formule, als ik F constant hou, maar ik maak A vier keer zo groot, dan zal mijn spanning vier keer zo klein worden dus door het draad twee keer zo dik te maken maak ik de spanning vier keer zo klein ja wat gebeurt er dan met de rek kijken we even naar de formule de spanning wordt vier keer zo klein de elasticiteitsmodus blijft constant dan zal mijn rek ook vier keer zo klein zijn en zal ook de uitrekking vier keer zo klein zijn laatste situatie nu gaan ze het extra ingewikkeld maken want ze gaan twee dingen veranderen met de beginsituatie dus uh, ze maken zowel het draad twee keer zo lang als twee keer zo dik. Dus eigenlijk is het de combinatie van de twee situaties die we net al hebben bekeken. Elasticiteitsmodus is ook hier natuurlijk weer constant. Uh, nu moeten we even goed kijken. Ik maak het draad twee keer zo lang en twee keer zo dik. Maar ik verander verder niets aan de massa. Dan zal dus F constant blijven. A wordt vier keer zo groot, net als in de vorige situatie, waardoor de spanning vier keer zo klein wordt. Als ik spanning invul in de formule rechtsonder en de elasticiteitsmodus, dan wordt ook de rek vier keer zo klein. Maar nu wordt het wel interessant. Wat gebeurt er dan met de uitrekking? Ja, omdat ik die L0 nu twee keer zo lang heb gemaakt, het draad is twee keer zo lang, um, wat gebeurt er dan met die delta L? Nou, als ik het getalletje voor de stressstreep vier keer zo klein wil maken en ik maak het getalletje aan de rechterkant van de streep onder de breuk uh, maak ik twee keer zo groot, dan hoeft de uitrekking maar twee keer zo klein te zijn. Dus in deze situatie zal de uitrekking twee keer zo klein zijn uh, vergeleken met de beginsituatie.